En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting afkomstig van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 20 augustus. Gedurende de avond en nachtelijke uren is het lokaal bewolkt. Aan het begin van de avond zijn er nog enkele lokale onweersbuien, voornamelijk in het noordwesten van het land, en die naarmate de avond vordert geleidelijk afnemen. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen gedurende de dag zal het droog weerbeeld een dominante rol vervullen. Het wordt lokaal winderig, half bewolkt met zonnige perioden. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 20 augustus de gevoelstemperatuur hoger zal liggen dan de verwachte maximale temperatuur.